In de pot. In de pot. Van Thijs. Van Thijs Pot. Maar innerlijk. Dat heb je nog nooit gezegd. Nee. Daarna ga je zeggen nooit dat je leuk naar mij vindt. Nee! Wat vind ik het leukste van deze? Opnieuw! Elke Tina kijkster weet dit. En jij niet? Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Tina TV. Vandaag een Tina daagt uit en ik word uitgedaagd samen met Etora. En jullie kunnen haar misschien kennen van turnprestaties. Of als het vriendinnetje van Thijs. I'm a lucky guy. En wij gaan een leuke challenge doen. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Challenge, dus ik ga... Grappig. We gaan een love test doen. Die we hopen dat we ook veel over elkaar weten. We hebben allebei een bordje. We krijgen straks een vraag. Bijvoorbeeld, wat is mijn lievelingseten? En dan schrijf ik op wat mijn lievelingseten is. En Etora probeert dat te raden. En dan hoop ik dat ik hetzelfde antwoord heb als Thijs. En anders krijgt zij geen punt. Dus dat is hoe het werkt. We gaan beginnen. Ja, de eerste vraag. Wat is mijn lievelingseten? Ik hoop dat iedereen het kan lezen. Echt het gevoel dat jij heel wat anders opschrijft dan ik. 3, 2, 1. Oh, nee! Kip, natuurlijk kip. Elke Tina kijkster weet dit. En jij niet? Teleurstellend. Oh, dit was echt heel vervelend. Ik dacht dat je echt spedips. Wanneer ben ik jarig? Nee, maar dat zou, als ik dat niet zou weten, dat zou heel erg zijn. Wacht, doe ook even het jaartal. Ja, gewoon, onzin, gewoon. We zijn in hetzelfde jaartal geboren. Ja, weet ik. Gewoon even. Goed zo. 10 augustus 1988. Juist. Volgende vraag. Wat vind ik de leukste bijnaam die je mij geeft? Ik ga nu gewoon wat gokken. Wat we vaak noemen, denk ik. Volgens mij weet je dit zelf niet eens. Klopt. Oké. Ik denk dit. Hey. Ja. Nee. Wat is mijn favo kledingstuk? Ja, ik moet er ook even over nadenken, maar ik ga zeg maar een soort van denken wat jij denkt. Ik denk niet dat jij op dit moment denkt wat ik denk. Oké. Dit is sowieso fout. Turnpakje. Dat was toch vet logisch geweest? Mijn favo... Nee! Oh, die met het kant. Yeah. Ja. Maar die ik draag het vaak, maar... Ja, ik vond het jammer. Wel leuk. Wat is mijn schoenmaat? Het is leuk, want hij verschilt dus altijd per schoen. Ik hoorde je schrijven toen dacht dit is geen 1. Jammer. Maar heb je soms wel 41? Nee, dat is echt te klein. Nou, Thijs. Oh, ja, wat is mijn grootste droom? Goud op de Olympische Spelen. Juist. Easy. Over. Makkie. Als je nu jezelf hebt geschreven. Welke app gebruik ik het meest? Ik weet niet of je het zo schrijft. Ja. Ik weet niet of je het kan lezen. Nee, what's up? What's up? Ik heb 1 S te veel. Het is, het, wacht. Waar is je thee? Daar. Dat is een thee. Wat is mijn lievelingsfilm? Oh, nu moet je gewoon heel goed nadenken. Oh. Ja. Oh, die moet ja. Hij was laatst op tv. Oh, ik weet het. Het is de proposal. Juist. Wat vind ik het leukste wat ik met jou heb? Opnieuw! Wat vind ik het leukste wat ik met jou heb gedaan? Ja, ik weet het niet hoor. Yay! Maar dieren zijn blij door. Ja. Met z'n tweeën. Dat is leuk. Zeker. Waar kun je mij 's nachts voor wakker maken? Ik heb geen idee. Wat was dat? Ik hoorde echt heel wat anders dan wat ik heb opgeschreven. Voor mij. Ja hoor, schat. Wat heb jij dan? Chocola! Heb je dat? Thijs, natuurlijk. Mm-hmm. Tuurlijk, ja. Thijs. Ja. Wat is mijn lievelingsliedje op dit moment? Nee? Nee? Ja. Kom. Oh, kom. Nee. Dan ben je al go. Mijn eigen single. Oh. Maar. What if we let it all go? We let it all go. Forgive, forget what we know. Forget what we know. Welke ster vind ik super knap? Nee!
Wie heb je dan? Zac Efron? Really? Echt? Oké. Oh nee, ik vind je heel cool. Ja. Volgende vraag. Wat doe ik als eerste als ik opsta? Ik ga naar de wc. Helemaal niet, je kijkt eerst op je telefoon. Dat is niet als ik opsta, dat is als ik wakker word. Oké. Waar zou ik samen met jou heen willen op vakantie? Oh nee, denk even na. Waar wil ik heel graag op vakantie en waar wil jij heel graag op vakantie? Nou, ik wil naar Ibiza. Nice. Disney. Oh, Disneyland. Wie is mijn grote voorbeeld? Andreas Junior. Ja. Dank je wel. Ja. Hey. Oké. Ik dacht dat je het niet op zou schrijven. Wat is mijn gekke gewoonte? Je nek kraken. Nou ja, mijn nek, alles. Ja, alles, afvingers. Alles, ja. Heel fijn, dat kan. Wat is mijn favoriete stad over de hele wereld? Parijs. Wat wil je dat nou niet weten? Oké. Laatste vraag. Ja, dit is echt heel erg klef. Maar wat vind ik het mooiste aan jou? Is het lastig? Dat heb je nog nooit gezegd. Nee. Nagaan, je zegt nooit wat je leuk aan mij vindt. Oh, dat zeg je al zelf genoeg. Oh, ja. Dit weet ik echt niet. Maar innerlijk. Ah, ja. Mijn ogen. Ja. Hey, ik heb gewonnen. Gefeliciteerd, jongen. Yay. Dus, je hebt verloren. Dus je moet een challenge doen. En die heb ik. In de pot. In de pot. Van Thijs. Van Thijs Pot. Haha. Oeh. Wil je hem zelf pakken? Niet kijken. Oh. Leg een koekje op je voorhoofd. En zorg dat deze in je mond komt zonder je handen te gebruiken. Aha! Geweldig! Jij kan dit. Nee, dat kan ik niet. Oké. Okay. Ik vang hem op. Ah, mislukt. Ha! Heb jij nou nog een hele leuke challenge, een opdracht die de verliezer in het volgende filmpje moet doen? Zet het dan even in de reacties. En misschien ben ik dat wel. Dus maak het even leuk, weet je wel. Nee. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video van onze liefdestest. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je het filmpje nou ook zo leuk vindt, doe dan een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Wat je doet is leuk. Doei. Doei.